echt van alle kanten voor. Het is een soort van spel geworden volgens mij. Ik heb niet meer zin erop. Ik heb begrepen dat jij groot fan bent van Michael Jackson en Nicky. Ja. Ben ik de hele week al bezig en volgende week ook weer. En die week daarna, dan ga ik ze allemaal laten horen. Mijn verzamelingen van versies van Billie Jean. Oké, je hebt er meerdere. Ja, ik heb Tom Baxter en ik heb Chris Cornell en Alan Clark gaat het doen. En Crasip gaat het doen en nou ja. En Nicky, jij gaat het toch ook doen, heb ik net gehoord? Oh, is dat zo? Ken je de tekst of niet? Nee, geen idee. Het is heel makkelijk voor je stem is dit. Ik ga kijken hoe lang ik stil kan blijven. Je gaat het echt niet doen? Nee, ik ga het echt niet doen. Ik word er gek van. Giel, echt, ik maak het echt goed. Wat de fuck is het probleem, weet je? Jullie zijn finalisten van Idols. Ik heb hier, ik zal er even bij. Ik heb hier straks Piet Philly, hè? Die is dan live. Mm-hmm. Attentie, Piet Philly, stuur alsjeblieft. Attentie, Piet Philly, stuur jou. En die gast, die heeft een fucking longontsteking, hè? Die komt echt net terug, heeft vannacht niet geslapen. Die moet morgen weer in weet ik veel, ze moeten naar Duitsland, naar Japan, weet ik wat. Piet. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het? Sorry, ik ben even niet relaxed. Want kijk, ik heb hier twee dames. Die doen mee aan Idols, dat is een programma. Ik leg het jou even uit, want jij bent daar niet mee bezig. Er wordt uitgezonden, audities, toestanden. En die gaan, één van deze twee gaat winnen. Hè? Dat gaat het idool van Nederland worden. Oké. Okay. En die weigeren te zingen. Als ze dat alleen doen als ze op televisie zijn, dan moeten ze dat alleen daar doen, toch? Ja, wat zullen we nou? Ik heb ze hier toch uitgenodigd. Nee, ik denk dat als ze toekomstige idolen zijn, of als ze al idolen zijn, dan you need to pay him, man. It's all about the bling. Dus dan moet je gewoon, hiermee zeg je... Waar is je geld? Ik vertaal het. Oh, ik moet betalen. Ja, je moet betalen, dat is duidelijk. Het is een fucking promotie. Ze hebben allemaal cameramensen mee zo. Maar. Ja. Ja, maar dames, ik ben de enige die hier elke keer gewoon van helemaal vernop. Ja, nee, maar dat siert je ook. Ja, I know you love me for it ook. Ik weet precies. Dat je echt van houdt. Dat je altijd uit. Kost niks, die Piet. Ja, het kost helemaal niks. Nee, maar dames, gaan we het doen? Even een klein stukje kan toch wel? Nee, het is ons echt afgeraden om het te doen. Ik word er gek van. Ik vind het, dat valt me echt tegen, Nicky. Want jij geeft er net al aan dat je kleren aan hebt die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. En je laat je gewoon leiden door de fucking bazen van Idols. Nee hoor, nee, dat doe ik niet. Ik sta er ook wel zelf achter. Nee, helemaal niet. Als jij had mogen zingen, dan had je gezongen. Zeker wel. Jij had echt niet gezegd, oh nee, ik moet mijn stem sparen. Je had hier gewoon gezongen en Nathalie, voor jou had ook de long uit je lijf geschreeuwd hier. Als er niet een paar van die fucking RTL-bazen hier een beetje druk lopen te doen. Nee, Giel, dat is niet helemaal waar. Stik het in de muur, Giel. Nee, dat is wel waar. Als zij niet hadden gezegd dat jullie niet mochten zingen... Nee, zij willen ons wel eigenlijk graag willen horen zingen. Maar het probleem is, je moet toch de beste producten hebben. Ja, hou toch op. Nee. Wauw, is het serieus hoe je praat? Ja. Oh, wat schattig. Ja, maar ik had het je willen laten... Samen gewoon winnen, ze praat heel schattig. Nee, ik had het je willen laten horen. Jij schattig? Ja, ik ook. Nee, ik vind het zo schattig. Nee, het is jammer, Piet, en het geldt voor al die mensen die niet Idols kijken. Weet je, die gaan nu niet stemmen, want ze weten niet hoe ze klinken. Het is echt, het is nou, hoezo? Daar is dat de hele fucking programma toch van? Nee, maar ik bedoel voor de mensen zoals jij bijvoorbeeld, die wel naar mijn radioprogramma luisteren, maar niet dat... Ik luister ook niet naar je radioprogramma. Niemand luistert naar je radioprogramma, nee, ik vind het een hele slechte move. En dames, ik neem het jullie niet zozeer kwalijk, ik vind het alleen echt jammer en een beetje sneu dat jullie gewoon zoveel aantrekken van die gasten. Ja. Dat valt me echt tegen. Dan word je geen grote... Ja, het is echt, het gaat als een nachtkaars gaat het uit. Ik wens jullie succes, dat meen ik nog. Oh, maar get the fuck out dan, weet je. Als er niet gezongen wordt, dan... Ja, nee, dat vind ik echt. Dat vind ik gewoon stom. Zo. Ja. Je bent echt serieus. Maar Giel, ik ben echt serieus. Doe je dan ook een stukje voor ons zingen? Ja, ik wil zingen. Ik zing alles. Zeg het maar. Beyoncé. Zing jij van Beyoncé? Beyoncé. Nou ja, huh? Als jij dat wil, geen enkel probleem. Crazy in love. Echt, ik probeer het in ieder geval, weet je. Maakt mij dat uit dat ik morgen een radioprogramma heb en geen stem meer heb. Oké, okay, weet je wat? We gaan concessies doen. Of niet, Nathalie? Oké. Kijk even Nathalie aan. Maar zal ik dan zo terugkomen? Ja, Piet, sorry. Ik had je even nodig om aan te geven dat er ook artiesten zijn die gewoon rock'n'roll doorzingen. Ah! Ja? Okay. Dit is echt slecht. Oké, okay, nou wat is de concessie? Okay. We gaan concessies doen, maar dan moet jij eerst voor ons zingen. Oké. Okay. Yes! So crazy about them. Mag ik ook rappen of moet ik echt zingen? Nee, je moet echt zingen. Okay, echt met mooie vibratie. Ja, maar ik ken deze tekst niet. Oké, dan wacht even lekker op de frame. Oké. Woohoo!
Ah, dat je stem kwijt bent. Oké. En nu jullie dan. Wat gaan jullie zingen? Ik ben benieuwd. Het is wel heel slecht dat je ons toch hebt overgehaald. Ja, nee, het is. Oké. Ga je gang. Wat wil je zingen? Want ik heb ook instrumentalen van nummers die jullie kennen en zo. Maakt me helemaal niet uit. Nou, Nathalie, wil jij eerst? Ja? Nee, begin jij maar. Oh, jij zei dat we gaan zingen. Ja hoor. Ik heb, weet je wel wat jullie deden tijdens de Britse toestand, weet je wel? En Bleeding Love. Precies. Bleeding Love. Maar dan voor de kijkers ook, of voor de luisteraars, ja, moeten ze ook echt even kijken op zaterdag natuurlijk, want het wordt heel spannend. Tuurlijk. Moet ik ook een nieuw ja, ik moet zeggen, volgens mij is het koptelefoon niet helemaal goed meer, want ik hoor maar één kant en niet zo goed. Ik hoor het ook heel raar inderdaad, ja, moet ik zeggen. Gaat het echt mis bij de instrumentaal? Ja? Dat zou toch even wat zijn? Oh ja, zo. Close the front, love, I didn't need the pain. Want twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Very first time with you. Okay, dat is genoeg. Echt, dit is het. Ja, dit is eigenlijk te vroeg voor dit soort dingen. Oké, nou, je hebt in ieder geval gezongen. Dat, Nathalie? Oh, wat slacht. Welke deed jij ook weer daarin? Ja, we gaan door eigenlijk. You can never know what it's like. You brother like when the freeze is just like ice. And there's a golden lonely light that shines from you. You rewind the black awake, you hide behind that mask you use. And bitch, I think this fool could never win. But look at me, I'm a coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know what I'm sustaining, you would just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid, yeah. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing in this crew. Woo! I'm still standing. Okay.